2406 bedrijven opereren in de toerismesector. Echter is het aantal bedrijven dat zich heeft geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, KKF. Het aantal bedrijven in de sector ligt dan ook veel hoger volgens Sylvia Ang, voorzitter van Suriname Hospitality and Tourism Association, SHATA. Ang, die gisteravond sprak tijdens de nieuwjaarsborrel van de organisatie, hoopt dat de nog in te stellen toerismeautoriteit zal zorgen voor meer ordening in de sector. Ze zijn natuurlijk allemaal bang van belasting betalen en dat soort dingen, maar het is wel belangrijk voor ons voor de ordening en ook om standaarden in te voeren. Ik bedoel, als mensen klagen van ja, mensen komen niet naar mij, niet naar mijn restaurant, waarom? Dat je niet kan voor de standaard werken. Maar het is heel erg moeilijk hier in Suriname om te ordenen. Hoewel de toerismesector veel succes heeft weten te boeken in 2023 en Suriname als toerisme-destinatie goed is uitgedragen op verschillende internationale beurzen, zijn er volgens Ang nog altijd uitdagingen. Eén daarvan is gekwalificeerd personeel. Zelf een niet-gekwalificeerd is ook een heel erg moeizaam om dus echt personeel is gewoon hoofdpijn, laat maar zo zeggen. Micromanagement, wat ik bedoel, we hebben een aantal bedrijven, zeg maar, we hebben micro, maar we ook kleine bedrijven. De eigenaar is tegen zijn kok, tegen zijn bootsman, tegen zijn kids. Je bent met zoveel dingen bezig dat je gewoon niet aan beleid toe bent. Dus dat is, hebben we heel veel in Suriname. Toegang tot financiën, dat is altijd een klacht al een tientallen jaren. Investeringsschema is niet transparant, helemaal niet stimuleren. Mensen die dan zeggen van ik ga nu de groene kant op, wat doet de overheid? Die laat je gewoon de invoerrechten betalen op zonnepanelen. Dus helemaal geen enkele stimulans. Ang presenteerde ook de bedreigingen zoals afvaloverlast en kansen zoals lokale en internationale partnerschappen voor de toerismesector. Als zwaktes zijn gefragmenteerde data en gebrekkige infrastructuur benoemd, terwijl de kracht van de sector onder andere ligt in het gebouwd erfgoed op de UNESCO-lijst en de biodiversiteit.